Bestemming Tenerife. Allereerst onze excuses voor de vertraging. Dit was vanwege operationele redenen. We zijn hier inmiddels voorin bijna gereed voor vertrek. We zijn op dit moment de laatste document aan het afronden. Het zal waarschijnlijk nog zo'n 5 tot 10 minuten gaan duren. En dan hopen we zo snel mogelijk u richting uw bestemming te kunnen brengen. Naast mij zit mijn collega mevrouw Van Kampen. En de cabine staat vandaag onder leiding van mevrouw Bakker. Als we zo meteen de deur hebben gesloten, dan gaan we toestemming vragen aan de luchtverkeersleiding om de motoren te mogen starten. En dan gaan we rijden richting de startbaan. De baan voor ons in gebruik vooralsnog is de baan 18 links. Ook wel bekend als de Aalsmeerbaan, betekent dat we in de zuidelijke richting zullen gaan opstijgen. De geplande vliegtijd is gepland voor onderwijs 4 uur en 25 minuten. En als vlieghoogte aangekomen, dan kom ik of mijn collega uiteraard graag bij terug met extra vluchtinformatie. Met erin haar rode paardjes te laten aan de zijkant van het zwemvest. Het is belangrijk dat u het zwemvest niet in het vliegtuig oplaat. Dit bemoeilijkt het verlaten van het vliegtuig. Er bevindt zich een kaart met veiligheidsinformatie in de stoelzak voor u. Hierop vindt u de evacuatieprocedures en de vreespositie die u moet aannemen wanneer het commando heads down gegeven wordt. Neem de tijd om deze kaart te lezen voor de start. We verzoeken alle passagiers die bij een uitgang zitten om de procedures omtrent het openen van de uitgang te bestuderen op de veiligheidskaart. Controleert u nu of een stoelriem is gesloten, het tafeltje voor u is opgeklapt en uw rugleuning rechtop staat met de armleuning omlaag. Wij verzoeken de passagiers aan de raamzijde het luikje volledig omhoog te schuiven. Dank u wel voor uw aandacht. Thank you.
Totdat de verlichting van het bordje riemen vast boven de zitplaats is uitgedaan. Echter, wij adviseren u om gedurende de vlucht uw stoelriem losjes vast te laten. Voor het geval wij turbulentie hebben. Wanneer u straks de bagagebakken wilt openmaken, doe dit voorzichtig en kan natuurlijk altijd handbagage uitrollen. Vanwege veiligheidsredenen is het de passagiers niet toegestaan om in de voorste galley op het toilet te wachten. We maken u er nogmaals op attent dat roken niet is toegestaan en dit geldt ook voor het gebruik van de e-sigaret. De cabinebemanning is er in de eerste plaats voor uw veiligheid, maar uiteraard ook voor uw comfort. Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan staan u graag te woord.